Het is een gezellige boel in het centrum van Weert, waar alle jeugdprinsen en prinsessen uit de omgeving bij elkaar zijn gekomen. Ik vind dat wel fijn. Dan kun je ook een beetje zien van wie welke vereniging is. En dan kan je ook een beetje kletsen en dan hoe het gaat met hun en hoe hun het vinden om prins te zijn. Het is hier zien en gezien worden. Ik let meestal op de veer en op de steek. Die de grootste veer heeft? Ja. En? Ik volgens mij. Wacht, dan zie ik de schoenen van iedereen. Iedereen heeft gewoon normale sportschoenen aan. Ik ben de enige jeugdprins met lakschoenen. Vind ik wel grappig om te zien. Ja, we hebben allemaal verschillende kleren aan. Ook allemaal verschillende kroontjes en steken en veren. Dus dat is wel heel leuk om te zien allemaal. Wie de langste veren heeft? Sommigen zijn wat korter en sommigen zijn wat langer. Dat alle prinsen en prinsessen nu bij elkaar zijn, komt normaal gesproken niet zo vaak voor. Nu wel, en dat is een idee van een van de carnavalsverenigingen. Die wil dat ze allemaal tegelijk op de foto gaan. Vanuit een dagblad, De Limburger, wordt dat ieder jaar voor de grote prinsen altijd gedaan. En vorig jaar was het coronajaar, geen grote prinsen. Hebben we eigenlijk gezegd, de jeugd, die heeft de toekomst en die mag voorop. Helaas werd er geen gehoor aan gegeven en hebben we zelf regionale media hier gevonden voor een foto te maken. Het gaat om deze foto's die ieder jaar in de regionale krant De Limburger verschijnen. Op de foto's zijn alle prinsen uit Limburg te zien. Een foto van alle jeugdprinsen en prinsessen uit heel Limburg in de regionale krant. Als het aan deze kinderen ligt, wordt dat een nieuwe carnavalstraditie. Ik vind dat het allebei hetzelfde moet zijn. Er moet niet te veel onderscheiden worden gemaakt, denk ik. Ja, dat wil ik wel heel graag. Ja, dan kom je op het soort van nieuws, ja. Maar ja, foto of geen foto, deze prinsen en prinsessen hebben over aandacht niets te klagen. Zij staan de komende tijd al genoeg in de picture.